Oké, nou weer eens wat leuks uit de cave. Die gele kruk die hier ziet staan, daar had ik er twee van. Eentje heb ik al laten verdwijnen. Die stond daar. En nu staat daar mijn kleine zaagtafel, mijn ferm. Daar komt nog een deur voor, hij kan nog wat verder naar achteren, dus het wordt een soort kast. Daar ga ik van de betonhout voor gebruiken, maar dat moet ik nog halen. Ik heb die ferm die bevalt prima. Dat is was een leuk ding, maar die motor die was niet zo heel erg sterk. Ik heb mezelf een cadeautje gedaan. Ik heb een nieuwe gekocht, daar staat die. Een HBM. Een fantastisch ding. Ik ga even een beetje door mijn knieën. Hij staat naast me van diktebank. Hij past daar mooi tussen. Ik moet er wel nog een onderstel voor maken. Dat ga ik dadelijk aan beginnen. Ik heb hem bij HBM gekocht in Gouda. Dit is hem hier. 2000 watt. Nou, het is een behoorlijke sterke motor. Ik heb hem al een paar keer geprobeerd. Het werkt goed. Dat werkt helemaal goed. Dat onderstel wat erbij zit, dat ga ik niet gebruiken. Ik maak net als dat ik voor deze gedaan heb, maak ik zelf een onderstel van hout met een stopcontact enzovoort enzovoort enzovoort. Nou, hier staat nog wat van ABM, mijn schuurmachine, ook een fantastisch ding. Nou, hij past daar mooi. Hij kan mooi naast me van diktebank staan. De ruimte die is er. Er zitten ook van die... dat heb ik even hier neergelegd. Die kan... dat blad kan je breder maken. Aan weerskanten. Nou zal ik dat niet zo heel veel gaan gebruiken. Maar het is toch mooi om het te hebben. Kijk, die komen er dan zo aan de zijkant tegenaan. Aan deze kant. En aan die kant. En dan heb je meer werkruimte. Maar ik vind dit al behoorlijk groot hoor. Als je dat vergelijkt met die kleine van Ferm. Dan vind ik die HBM al erg groot. Nou goed, dat is hem voorlopig even. Bye bye.